Dag dames en heren, van harte welkom bij De Oudste Steen Boven. Vandaag mag ik u voorstellen aan een van de bekendste wijkjes van Utrecht, de Zeven Steegjes. En als je het verhaal van de Zeven Steegjes wil kennen, moet je beginnen bij het gebouw achter mij, brouwerij De Boog. Wat was het geval? De eigenaar van deze brouwerij, Willem de Kok, kwam in 1761 kinderloos te overlijden. En het bleek dat hij in zijn testament al zijn bezittingen, en dat was nogal wat, naliet aan de armenkamer van de katholieke kerk in Utrecht. De armenzorg, zeg maar. En die kwam daarmee in één klap in het bezit van een hele hoop geld en grond. Dit was de oorsprong van het hele gebied achter mij, wat in de loop der tijd de Zeven Steegjes zou gaan heten. We lopen nou door het Keelgat, dat is de nauwe doorgang tussen Geertekerk en Geertestraat, en komen dan op het eigenlijke gebied van de Zeven Steegjes. Hier, de Korte Roosendaal en de Lange Roosendaal, waren de twee straten die al sinds de middeleeuwen bestonden. Twee van de Zeven Steegjes hebben een afwijkend verhaal. En dat zijn de twee straatjes hier achter mij, de Suikerstraat en de Fokstraat. Zij werden namelijk niet gebouwd door de Armenkamer, maar door respectievelijk de suikerraffinaderij die aan de Oude Gracht lag en door een aannemer met de naam Fok. Het gevolg hiervan was dat de bewoners hier veel minder last hadden van het alziende oog van de katholieke kerk. We zijn nu aangekomen bij de laatste steegjes die ontstaan zijn in de Zeven Steegjes. Dat zijn de steegjes die allemaal refereren aan brouwerij De Boog. 1860 kon de Armenkamer een grote lap grond hier erbij kopen en besloot men die vol te bouwen met kleine huisjes voor armlastige katholieke gezinnen met veel kinderen. Goede woonruimte voor deze mensen was een zeer schaars goed toen in Utrecht. En hoe klein de huisjes ons nu lijken en hoewel de droogplees gewoon op straat stonden, was het nog steeds een enorme vooruitgang bij de situatie daarvoor. De mensen moesten er echter wel een hele hoge prijs voor betalen. Veel mensen in de Zeven Steegjes waren afhankelijk van de armenkamer. Voor hun kleding, voor hun voedsel, voor hun behuizing. Die hulp kwam echter tegen een prijs. Je moest van onbesproken gedrag zijn en dat werd gecontroleerd. Als je kinderen niet iedere dag naar de mis gingen, voedingsbonnen kwijt. En over twee geloven op één kussen, nou daar hoef ik al helemaal niet over te hebben natuurlijk. Dat toezicht kwam pas na de Tweede Wereldoorlog ten einde. De tijden waren veranderd. De armenkamer had te weinig geld en kon de huisjes niet meer goed onderhouden. En de mensen gingen protesteren, ongekend. In 1952 werd dan ook besloten dat de hele Zeven Steegjes overgedaan zou worden aan de gemeente Utrecht. Nu zal alles wel beter worden, dacht men, maar niets was minder waar. Een beetje labwerk hier, een beetje labwerk daar, een grote renovatie in 1972, maar dat was het. De reden, tot de jaren 80 had de overheid het plan om alles hier af te breken. Pas in de jaren 90 zei men nee. Dit is een sociaal monument, de Zeven Steegjes. En ze moeten bewaard worden. En kwam er een grote renovatie op gang. Die begon in 1992 en rond 1995 eindigde. Aan het einde van die renovatie kwam een groot gedeelte van de bevolking weer terug naar de Zeven Steegjes. Maar er was wel het een en ander veranderd. En daarover gaan we nu praten met Henk en Greet. De grote renovatie van de Zeven Steegjes was rond 1995 afgerond. Maar liefst 68% van de originele bewoners kwam weer terug om hier te komen wonen. Toch was er een andere hoge prijs betaald voor deze renovatie. Namelijk, de kinderen van de bewoners kregen niet meer automatisch voorrang bij het toewijzen van de huisjes in de Zeven Steegjes. En volgens sommigen heeft dat het karakter van de wijk wel veranderd. En daarover gaan we praten
met twee van de bewoners die hier als een beetje het langste wonen, met Henk van Abel. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag, komt u binnen. Dank je. Jullie wonen hier al, ja, jij geloof ik 50 jaar en Greet al meer dan 70 jaar. Ja, eind van het jaar is 70, word je 70, dan woont je hier 70 jaar. Ja, niet in dit huis, maar we hebben eerst in de Boogstraat gewoond. Ja. Als je nou het vergelijkt, vroeger en nu, vind je nou dat na de renovatie het karakter van de Zevensteegjes is veranderd? Of? Ja, ik vind van wel dat het zo is. Ja. Want je ziet nu ook allemaal andere mensen. En ze praten ons niet, ze zeggen dag. Mm-hmm. Verder zeggen ze niks tegen je. Nee. Want die werken allemaal, die mensen. Ja, en vroeger was het natuurlijk, ze zei altijd in de Zevensteegjes wist je alles van elkaar. Ja, maar het is nog wel zo. Mm-hmm. Wel, maar niet met die nieuwe mensen die er allemaal wonen. Ja. En als je nou kijkt naar hoe de mensen met elkaar praten nou. Merk je nou dat het echte Utrecht, zoals het vroeger gesproken werd, aan het verdwijnen is? Of zeg je nee wat? Hoor. Nee. Nee. Want ze lopen hier altijd te dollen maar en je weet precies waar ze vandaan komen hoor. Maar als ik nou met iemand zit te praten, dan is het gewoon rustig praten. Ja. Ja. En anders was het, of hou je vette bek. Want je moet ook weten met wie over je praat. Het was niet altijd even makkelijk hè, het leven hier, qua omstandigheden, maar de mensen waren wel heel erg gehecht aan de wijk. Dus kijk, als je wat was, ze stonden bij je gelijk hoor. Ja. Echt. Ja. Ze schelden over elkaar, maar als er wat was, stonden ze gelijk bij je. Wat is dat? En stonden ze voor elkaar klaar. Dat is wel zo. En dat oude Zevensteegjes gevoel, dat mis je nou een beetje, zeg maar. Ja, vroeger zaten we ook voor de deuren te kaarten. In de Boogstraat zaten we te kaarten, slakt hij erbij. Stel als je nou zou aanbieden, je krijgt een ander huisje, drie keer zo groot, drie keer zo luxe, maar niet meer in de Zevensteegjes. Zou je dat dan overwegen? Of, Wat zou u zelf denken? Nee, ik denk van niet. Nee, geen haren maar of meer. Nee. Toen het hier langer ging duren, er werd het winter en wij zaten op de camping. Dus moesten we een ander huis... Ik kon de dagen niet afwachten tot ik weer terugkom.